guy on his side from Amsterdam to Rotterdam, be aware. The missiles were developed by the Chongshan Institute of Science and Technology. For all its advanced features, the aircraft took on a rather conventional design shape, featuring a well-contoured fuselage with the forward-mounted cockpit situated after the radar housing. The blended wing roots formed nicely along the wing assemblies, with rearward swept leading edges and slightly forward swept trailing edges. There were a pair of tail planes straddling the engine installations, with the vertical tail fin mounted between each engine bulge. Unlike the F-16, the FCK-1 was given two turbofan engines, each aspirated at the front through very defined elliptical intakes and exhausting at the rear via circular ports of traditional design. Sorry. The undercarriage was of a typical tricycle. Sorry. Featuring a pair of single-wheeled main legs and a single-wheeled nose leg. Not sorry, man. Debunk. The FCK-1 was powered through two Honeywell F-125-70 series turbofan engines, each delivering 9,500 pounds of thrust. This provided the airframe with a maximum speed of Mach 1.8 and operational range of 680 miles with a service ceiling of 55,000 feet. For standard armament, the FCK-1 followed Western design guidelines in instituting 120mm M61A1 Gatling internal cannon for close-in work. In the
air defense role. The aircraft could carry up to 4 Sky Sword 1 and Sky Sword 2 missiles to counter short and medium range threats as required. Provisions were added for launching of the AGM-65 Maverick air-to-surface missile, as well as the Turing Effective Series anti-ship missile. As with all modern multi-role platforms, the FCK-1 could also make use of guided or free-fall munitions as needed. The inboard underwing hardpoints are further plumbed to accept conventional fuel drop tanks in increasing the aircraft's operation range. Government had originally planned to procure 256 FCK-1 fighters, though this requirement was ultimately slashed when the US arms restrictions were ultimately lifted, allowing purchases of the F-16 Fighting Falcon through the Block 20AB variants. Taiwan eventually purchased 150 of the type. These were also followed by the procurement of 50 French-made Dassault Mirage 2005 multi-role aircraft. Government enacted a program to upgrade the Qingkuo line with the ultimate goal of increasing its operational range, radar capabilities, improving avionics and extending armament options. Two prototypes were made ready in 2006, unveiled publicly in a 2007 showing and tested with success. Under the modifications, the aircraft would be replacing the original AB models with the FCK-1C and FCK-1D designations. However, purchases of additional, more modern F-16s postponed any near future commitment to the advanced Qingkuo. In 2009, the Taiwanese government finally announced that the FCK-1C and D upgraded models would be realized. These forms expected to appear in circulation from 2013 onwards. The FCK-1 has not been offered up for export, keeping Taiwan as its only operator. It was announced that the FCK-1 will be turned into a two-seat advanced trainer for the Taiwanese Air Force. The aircraft will be designated as XT-5 and the first flight is scheduled for sometime in 2020. Once in service, the series will replace the aging line of the IDC AT-3 trainers and Northrop F-5 lightweight fighters. 66 aircraft are part of an initial requirement. LOL. Thank you.
Jak jeździsz, idiot? Nederlander ergens. Ja, bij het hotel.
Jeźdź tym Volvo, kurwa, na tych światłach. Siema. A siema. Dzień dobry. Kurwa, za idioci tu jeżdżą, to szkoda gadać. Ik heb je genoeg op de kaart 6 van de plaats van 400. Dat er Reporty! You guys, and they say size doesn't matter. Oh, what do you think? Oh, no, it does. Oh, it matters. It matters. It matters. Oh, it matters. It matters. Oh, it matters. It does. It does. It does.
гандон ебучий, пидор на Шкоде ебаный! Fucking idiot! Я твой рот, нахуй, гандон ты ебаный! Репортаем, гайс! Дырка, я репортаю! Панда, патриот рус! Stupid idiot, man. Yeah. Chyba mu całkiem mózg wyssało z głowy. A ile go miał? Motherfucker. No. Oh, fucking idiot car driver. What car driver? Level 21 point. Fucking idiot car driver. Fucking car. Report this to car, please. Я чуть тебя на чуком от позадки, а ты... Idiot! Idiot. Shut up. Idiot, Brett! Orgasm dostałeś? Shut up. Shut up. I'm recording that, no? Ty Pawłowski, a ty nas Kasowski! Spas! Ej, kadam leiś mich jak spas! Net du, der kleine! Ah, du meinst den Chillax? Gute Idee. Amacın ne? Pezevenk, amacın ne? Heh, yes, 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 yes. Şerefiniz. Reporting.
komen er alleen maar overheen. Dan moet je de staat van Poggy zien. Hey. Close my eyes. Don't wanna fall asleep and miss you, babe. And I don't wanna win today. Christian, ben je er alweer? Thank you.
吹雪のさらいの空は悲しいほど青く澄んで胸が震えた。That is my tango! Leave me all alone, she took a midnight tango and anywhere! That's the city boy! Boys in the South Detroit! He took a midnight tango and anywhere! Fucko bitch. You son of a bitch. No. Can you please fuck off with it? Do you know why niggas are black? Because it's black. Adamsın lan Meli. Nej, vi kan du holde dig kæft. Hayvan et yemişler. Kes la kes. Yeah, mate.
geluid. Hey, waar is dit? Hey, boodschap. Rijst met kippen, kipfilet stukjes en groentepakket. Băi, românilor! Like my tombstone. No singing. Ik heb een hekel aan als het ding voor een kwart of half leeg staat.
Weer een paaltje minder. Typisch Christian, zeggen we hier dus. Ja, typisch Christian. Nou, ik blokkeer die andere stoep en ik weet. Hoe zwaar weet je het vraag eigenlijk? Ah, maar 1 ton. 1 ton. Maar hoe zwaar is jouw vraag, maar ik weet niet. Ik rij neder hoor. Want je zegt 90 euro op de snelweg. Of hebben we nou haast? Waar heb jij de cruise control op staan dan? Lekker ver power.
Nee, ik betaal nog niet naar huisje. Zeker van die smerige kutrozen, die doet er toch niet terug. Maar die lui niet. Ja, nog 200. Jij misschien, ik kan niet. Dan heeft Bouwkom denk ik zelfs al. Auw, vangrail. Zo, dat was de motor van jou dan. Ja, zeg. Zeg het niet te kort door de bocht, neemt hij de bocht wel te breed. Rijdt ze wat tegen de vangrail. Nee, ik sta hier ook nog. Ik ga maar naar voren. Betonnen muur is weg. Hé, veel. Kastje van alleen. Hé, lang rechtstuk, joepie. Kastje van alleen. Ah, stap licht. Heb je lang rechtstuk? Doe je stoplicht erin. Nee. Dat was maar een grote weer in het uur. Ups, ben je tegen de muur aan.
20 uur aan opladen, hups. En heb je ook een vraag naar Caso? Een Scania? Dit weer, pap, serieus. Hebben we nog geen maand geleden gekeken? Kijk. Je hebt echt een korte termijn je geheugen. Ja. Oh, ik ben het weer vergeten. Oh, laten we het maar weer kijken. Yeah, right. Gaat schaf toch een tv aan voor boven? Ja. Ga je boven maar kijken? Komt hij nooit meer van boven? Nee, wat daar is helemaal. Jouw slaapkamer? Nee. Nee. Als ik een PlayStation 4 krijg, dan weet je wel hoeveel dat kost. Ja, maar weet je wel hoeveel PlayStation 4 kost? Ja, 400 euro. Wat was het van die prijs dat je zo moet keuren? En wil jij 400 euro betalen? Hey Marinus, waarom ben je het spel uit? Waarom ben je daar in één keer verdwenen? Bij Eurogoodies? Oh, ben je het spel uit? Ik zal mijn truck even andere kleurtjes geven. Auw. Drempel. Curry. Ja, groen stap weg. Mieuw. Ah, curry. Wie plaatst er nou rotonde midden op een boom midden? Wie plaatst er nou een boom midden op een rotonde? Kan ik er niet overheen hier rassen? Oh, waar is het tegen mij opgelopen? Jij frikadelbroodje. Auw. Frikadel XL. Marinus. Weet je wat mijn vader net zegt? Hi. Maar waar ben je ook alweer? Osnabrück. Maar weet je wat mijn vader net zegt? Nou? Marinus Frikadel XXL? Ja,
Geef me jou. Die doen we die kleur. Deze doen we zwart. En dan doen we die groene, doen we blauw. Lijkt het alsof Kanye een masker op heeft. Ja. Mooi. Stel niet aan. Bukke jij? Ja, bukke. Moeilijk hè? Ja, hè? Moeilijk, hè? Morgen moet je weer naar dat mooie kantoor, pa. Oh, praat er niet van, joh. Mooie kantoor, hè, man. Bommen ontploffen. Rinus. Ja? Morgen weer naar dat mooie Donia. Jammer genoeg wel. Hè, Marinus? Jammer genoeg wel. Ja, precies. Hier donder een Michelin poppetje. Daar doen we Michelin poppetje. En doe hier ook nog maar één. Nee, dat ziet er niet mooi uit. Lol. Nou, dan moet die ook nog zo nemen. Allemaal lampjes, lampjes, lampjes. Ik word blij van lampjes. Ik allemaal lampjes. Lemon, chroom. Lemon gedaan. Bevestig de stelling. En dan passen we de trailer nog aan. Speutje. Canopie. Die deden we blauw. Die deden we rood. Die deden we zwart. Bevestig. Escape. Handrem eraf. Opstarten. Ha ha ha.
dat waarloos. Dat is niet waarloos, anders gaat hij de hele tijd achter me aan. Castle of anders kan ik kan wel even kijken waar ik vanaf hier heb. Waar kan ik vanaf Osnabrück heen? Eens even kijken. Luik, Kiel, Brussel, Odense, Poznan, Calais, Lee, Malmo, Dion, Ostrava, nog een keer Ostrava. Wie? Dortmund. Oh, dat ligt op de route. Ja, haal de... Oh, je bent de vrachtwagen aan het ophalen. Rechts af en bij de rotonde de eerste afslag. Nog een keer rechts af. Rood staplicht. Nu remmen. Ja, we zijn met dan met de waarloze DAF op rotten. Er is maar één niet waarloze DAF en dat is de DAF waar Marinus in zit en Bouke. Die vandaan waarloos. Hé Marinus, de DAF waar jij en Bradley in zitten en als ik in een DAF zit is niet waardeloos. Maar als Daan of Matthijs of Chrissé erin zit, is hij wel waardeloos. Hé Marinus? Hallo? Is er iemand? Wakker worden! Auw! Ik zit in Bode Eurotruck kanaal. Ahoy! Ah, ik kan niet meer veranderen. Misschien omdat ik geen... Oh, wacht even. Online, kan ik nou? Nee. Misschien... Ik ben een livestreamer. Ik zal die brug over het water, dat ga ik op de toek.
Nee, de vuur was dat het nooit was niet nodig, die kwam er omhoog. En voor zware prachtig is het ook niet. Een emmer en een vaatwerk. Ik heb hier druk aan nu, ja, oké. Ik zal straks ook even kijken voor even voor farming of dat ik het gewoon voor en gewoon voor elkaar kan krijgen met het stuur. Wou je eerst GTA proberen met het stuur? Komt geen andere spel aan waar ik gewoon niets. Maar hey, er stond gisteren met Logitech dat die GTA ondersteunt, hè? Ja, maar waarom zal ik nou met een stuur doen terwijl je een ding van de controller ervoor hebt? Dat was je. Zit je met die stuur tik 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 tik. Wat? Ik moet knopjes in drukken en sturen tegelijk. Nou, gewoon 89 kilometer. 110! Kan je een beetje bijhouden? Doe rustig, hè? Ik rij maar 75, 80. Ik heb de bocht even rustig genomen. Nou, ik ging meteen vol gas naar de bocht. Hoppatee. Gas op een lolly. Nou, dan gaan we wel even het afritje pakken. La 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 la. Toen dat ik daar vlag neem en dan weer vol op gas. Hoppatee, gas op een lolly. Nee, krom, stilstaande vrachtwagen. Ning 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 ning. Scania verjaagd power, geef gas. Even in de zes. Ja, vijfde versnelling. Nee. Ga schakelen dan, ding. Nee. Gaan we nog schakelen of hoe zit het? Ja, zesde versnelling. Best wel verloren. Nee, Dortmund gaat er niet af. Dan kunnen we even door. Die Dortmund en Kassel gaan er zo af. Curry. Ja, Dortmund en Kassel. Mooi, afremmen. Ik moet nog eentje rechtdoor. Ja, vandaag gaan we nog eentje rechtdoor. Wat is dat met die stilstaande vrachtwagens? Wat wil je daarmee? Ze durven gewoon niet eens te rijden.
Oh. Holy shit. En dan komen de bocht uit en dan gaan we op onze kast. Hoppadee. Curry! Wat nou weer? Vangen. Ah, goed, stoplicht! Oeps, over de streep heen. Ik knal dat tenminste niet twee bij die ene op. Even zien, wie is er gedaan? Matthijs! Hey, Matthijs! Als je mee wil rijden, moet je ondertussen naar Dortmund gaan. Nee, ik was even proberen bezig om een skin te maken. Ik heb toch alweer een ander skin erop gedonderd. Nee, ik bedoel voor gewoon skinnen, hè. Kom. Oeps, pardon. Nou, Marinus, lukt het een beetje met schakelen en zo? Bijna een hek geramd. Ja! Hoe zie jij het daar? Kassel! Kassel! Kassel en dan naar Tradeuks. Tradeuks. Hoe je dat nou uitspreekt. Lijkt wel Frans. Hé, wat zeg je? Of je thee van Donnie wil, nou goed. Nee, dankjewel. Mooi. Nee, ik wil meer naar boven. Ik heb ook weer twee nieuwe vrachtwagenbladen. Denk Marinus, ik heb er zit poster in. ik heb. Marinus, ik een nieuw poster. Oh, weet je wat? Dan pak ik die wel even naar Liverpool. Liverpool? Huh? Oh, liever gezegd. Van de nieuwe DLC. We hebben F6 en de vrachtkensel. Jongen, dan gingen we eerst naar jouw stoel, hè? Ja, ik ga eens even kijken waar ik heen, of ik daar ook heen kan. Litouwen! Daar gaan we even kijken, ja. Kassel, Kotka, Oslo, Kankrad, Faxio. Oké, dan pak ik Kotka in Finland wel. Oh, dat is bij dit bedrijf. Oké. Oh, oké. Ladingsmarkt, nee, vracht aan. Enter. En dan doen we M. Uitzoomen, sleep. Waar moet jij in Litouwen wezen, überhaupt? Even kijken hoor. We komen sowieso bij die grenspost langs.
Welke plaatsen moet jij wezen? Ik moet bij G en T wezen. Ja, maar de plaatsnaam. Oh, de plaatsnaam. Ja. Ja. Nou, dan gaan we dat even kijken hier. Het is P-A-N-E-F-E-Z, Griekse I-S. Oké. En dan bij G-N-T. Ja. Oké. Oké. Nou, dan komen we niet bij een grenspost langs. Oh jawel, daar heb ik een waypoint staan. Wat, bij Kaliningrad langs? Marines? Ja. Want er hebben, nou ja. Nou staat het stuur de goede kant op. Auw, drempel. Nou, dat voelt ook niet zo prettig. Best wel wel alleen. Gassie, een oude wedstrijd van nou, geef mij die nieuwe. Maar... Fuck you, don't honk it. Fuck yourself. I honk when I honk, want to honk. Stomme cirkel. Fuck you, zeggen, don't honk at me. Wat een cirkel. Ik doe het toch wanneer ik doe het wil. Daarom zeg ik ook fuck yourself. Ik doe het wanneer ik doe het wil. Super voor je begonnen. Ja, ik moet sowieso tanken, want anders haal ik het niet. Want ik moet het zelf ook tanken. Jij moet ook tanken, anders haal ik het niet zeker. Of niet, Marinus? Ik zou misschien wel gewoon kunnen redden, maar. Ik vond het niet zo prettig tanken overleven. Terwijl je een lange reis moet beginnen. En zie je op de kilometer teller van de resterende aantal kilometers wat je nog kan rijden, dat gaan we niet redden. Ik zal het misschien wel redden, 1800 kilometer. Nee, ik niet. Wat jou, bravo jongen. Je mag je computer houden. Hey, thanks, Sean. Over 700 meter. 500 meter. 200 meter. 100 meter. Afslag bereikt. Oké. En gaan we van de berg af.
Nou, je moet eerst nog een heuveltje over, een beetje de benen staat hij nog steeds op 1874. Moet ik nog een keer tanken? Tank vol. Red ik het nog niet? Kan dat nou weer? Staat hij nog steeds op 1870 ongeveer. En ik moet nog 2095. Nee, yes. Met de volle tank red de Scania niet. Moet ik nou even keer denken. Ergens in Litouwen. Nee, 90, rij al 90 op de weg naar de snelweg toe. Nou, ja, kan je ook beter invoegen, want je rijdt al 9. Gaan we cruise control instellen of gaan we gewoon gas geven? We gaan gewoon gas geven. Oké, jong. Gas geven met die DAF dan. Eerlijk, hè? Ik heb 200 pk meer, dus als ik gas geef, dan trekt die Scania me zo omheen. Maar dat laat Marinus waarschijnlijk niet toe, want gaat hij naar links toe. Als ik hem links in wil halen, wil ik hem rechts in halen, gaat hij naar rechts toe. Moet je maar opletten. Ja, wat, er staat in één keer een auto, joh. Is er alles goed? Is er alles goed in de bovenkamer? Nee. Wat is die Skoda nou weer goed van? Ik vertrouw die Skoda niet. Hij komt nou in je auto. Moet hij weten. Misschien gaat hij een buik geven. Rust voor me. Cruise control op 130. Jawoel. Mooi doorknorren, partij. Beetje de binnenbocht, want er rijdt toch geen een. En dan ben je naast hem en dan naar de middelste baan. Gas op een lolly. Ja, wat de kut er is. Ik ben hier ook op zout. Karma! Hij geeft mij een tik en eindigt zelf op zijn kant, Marinus. Oké, beter! Karma is je bitch. Mijn
ik geef hem zelf op je kant. Kant kan eindigen, ook krijg je het voor elkaar. Met de veel snelheid dat ik geef, dan eindig je op je kant. Hé, Marinus? Ja. Heb jij de cruise control ook op 130? Ja. Wat afstand nog steeds kleiner? Ja. Komt door de 200 pk meer, zeker. La 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 la, we mogen maar 120, wat lief. Ups, krijg die kilometer te snel. Ja, het is voor de auto's, hè? Ja, en de vrachtwagens dan? Vrachtwagens, die mogen maar 80. 80 of 90, toch? 80 of 90, ja. Ups, de rijbewijs kwijt. Of bijna tenminste, ik rij 130, dus 40 te hard, dan ben je hem nog niet kwijt. 50 te hard ben je rijbewijs kwijt, bij 70 te hard ben je ook nog je auto kwijt. Ups. Dat zegt mijn vader tenminste, bij 70, bijna tegen de achterkant van de Rinus. Druk Marinus in één keer opnieuw in kadoek. Zoals nu. Ik ga wel naar de middelste baan toe verhuizen. Cruise control hervatten. La 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 la. La 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 la. La. En dan loopt hij vanzelf weer naar de 130 toe. Wat slingde jij veel, joh. Nee, jij ook. Ja, dat is om jou te ontwijken voor als je prins krijgt. Hij is echt bang, hè? Ik kom wel heel dicht bij jou. Cruise control even 2 tikjes omlaag, dan wordt de afstand wel weer groter. Dijk, kijk aan mij. Ja, gerepareerd. Hups, bijna een dag tegen me aan. Wat zijn we? Ik ga het zo. Ik heb dat. Vierde versnelling alweer. Van de radio even aanzetten. Dat er verder geen mensen van Bode mee komen rijden. Ik heb gezegd livestream met Bode, maar dat, wie is de enige van Bode die mee rijdt? Mijn collega Marinus.
Hey, Roodsa, bij de volgende tankstation even stoppen. Welke? Die ik net voorbij rijd? Nee, de volgende. Waarom ben je zo ver achter mij met je daar? Hey, mag ik ook gewoon even rustig aan rijden? Waar rijd je dan? 90? Nee, ik rijd nu 120. Mijn is daar ook weer naar de 120 gaat lopen. 112. Nou, graag een kilometer erbij, jongen. Oké, nou ja, dat betekent. Nou rijd ik weer rond. Wacht nou eens. Oh, een slaapplek. Nee jongen, nou als je een probleem met je. Problemen, dat heb je met de Volvo. De Volvo onderdelen liggen verderop. Ah, die Chris! Hi. Hi, wat ben je aan het doen? Eurotrip. Oh, scheisse. Ik wil GTA met jou doen. Marijn, zullen we zo GTA doen? Ga jij zo meteen maar even GTA doen, dan ga ik zo meteen even Je kan wel meedoen toch? Ik ga nog even een beetje promot spelen. Marinus geeft gaas. Hey gekke boy! Ja, dat is Marinus. Wil je mijn cadeautje gunnen? Ik heb geen geld meer op Steam. Oh shit. Ja, dat is zeker scheisje. Wat wou je dan? Zou je? Wat wou je hebben dan? Marina, ze wordt hier eraan. De Italië DLC, dan kan ik promot. Alleen die heb ik nog niet. Oh. Even kijken. Oh, heeft hij mij al geblokt? Wie heeft jou geblokt? Ja, iemand heeft me mijn ruzie zogenaamd. Zo, blokkeren, hoe moet dat? Vriend verwijderen. Marinus, leg eens uit. Je gaat naar het poppetje. Ja, ik heb hem al geblokkeerd. Laat maar, ik ken hem al. Goed zo, knappe meid. Oh, dankjewel. Uts, dan gaan we nog even een keer. Ja, kijk, laat die blauwe auto wel voorbij. Als hij er zo graag omheen wil met z'n blauwe man. Met een blauwe man? Geef mij dan maar liever een blote vrouw? Maar je snapt het wel, die auto die nou naar jou toe komt. Nou, dat vind ik echt niet kunnen hoor. Nee, dat vind ik gewoon niet kunnen. Marina, stank ze je aan. Dat weet ik, want daar rijd ik nu alleen. Ja, en die blauwe auto ook. Die nou tegen je aanknalt. Live recording. Ik was even weg, sorry. What are you doing, man? He was clearly first and you hit him. Hey Chris. Yeah. Waarvan die weg? Mijn achternaam. Is je achternaam gewoon weg? Nee, het begint met een W. Oh. Woudstra. Oh, zeg het dan. Ja, maar ik heet Chris W in de groep omdat er nog een Chris is. Je hebt Chris Commandeur en Chris W ben ik dan omdat... Ik weet wat
Ik was vroeger ook op school, hadden we, ik was Christian en nog een Christian. En dan zei de lerares, of leraar, Christian, en dan reageerden we beide. En dat is dan met Chris ook, commandeur, en mij ook zo. Als je gewoon Chris zegt en we zijn beide in het gesprek, dan reageren we beide. Ja, ik ken die Chris. Met die Chris speel ik ook wel eens voor GTA. Ah, Marina is uit multiplayer gegaan, zo te zien. Ja, zo te zien heb je het heel goed gezien. Ja. Jij is suikervrij. Hatje? Nee, ga je mag even lekker GTA spelen. Ik ga nog even lekker Eurotruck. Ik ga eerst even kijken voor... Ik zal zo wat spellen opstarten, maar ik ga eerst even de lichten aan doen hier. Maar Marine. Christian. Wanneer gaan wij wel GTA dan een keer dan? Ik ben zo terug, ik word gebeld. Yo! Dat durf ik nog niet te zeggen. Jawel. Morgen jij GTA. Ja. Ik vind het heel knap, Oscar, dat jij dat gaat zeggen. Jij mag Eurotrek. Misschien wel. Jij mag een Donia. Misschien wel. Oh, ik had verwacht, helaas wel. Hé, Marinus, helaas wel, hè? Jammer genoeg wel. Of dat. Jij morgen met Roelof werken? Atjo! Jij met Jurgen Straten? Nou, die komt pas in de middag. Ja. Vind jij Straten met Jurgen leuk? Nee. En die Jurgen is een bazige klootzak, hè? Ben ik helemaal met je eens. Een eigen wijs. Voor jij zegt dat leg ik er zo in. En dan ben je bij de laatste tegel, dan haalt hij pas nieuwe, toch? Yep. Daar heb ik een beetje mijn nacht in. Zou ik ook hebben. Ziet hij. Oh god, hij is bij de laatste tegel. Laat ik maar een nieuwe halen. En dan denk jij van. Dan kan ik niet verder. Ja, precies. Ja. Visite, een huis van visite. Ja, dat zou ik doen. GTA opstarten. Was even vergeten wat ik zou doen. Oh ja, Leo klopt voor zijn kop. Ga je Leo hier komen? Pak! Oh ja, god, die livestream staat ook nog aan. Zie je.